Groot nieuws uit de kunstwereld. De 81-jarige Toos uit Groesbeek die heeft na 2,5 jaar keihard borduren eindelijk haar levenswerk af. Een kopie van het beroemdste tapijt ter wereld. Het tapijt van Bayeux. En dat hangt niet in het Rijks, maar gewoon... op zolder. Toos, je hebt er 2,5 jaar lang aan gewerkt en het is eindelijk af. Ja, gelukkig. Ik ben opgelucht. Het was toch wel een heel karwei. Het originele tapijt is een heel oud tapijt wat de slag bij Hastings weergeeft. Wat was het dat u dacht, dat wil ik gaan namaken? De kick, omdat het zo groot was. Van ja, hoe ver kom ik ermee? Want ik kan ook zomaar een keer omvallen. Dus u had eigenlijk gewoon zin in een keiharde challenge? Eigenlijk wel, ja. Zo kun je het wel zeggen, ja. Mijn man zei eerst voordat hij stierf, begin er nooit aan, want je krijgt het toch nooit meer af. Ja, toen kwam je in het overlijden en je komt helemaal in een gat. De familie, de bezoeken waren na een paar maanden minder. En dan zit je daar s'avonds weer alleen. En zodoende ben ik er toch aan begonnen. Heeft het borduur u ook geholpen om uit het gat te komen? Jazeker. Je hebt een doel en daar ga je voor. Het doet nog iets met u nu, hè? Ja, het doet nog steeds iets met mij, ja. Daarom zei ik ook tegen mijn dochter vanmiddag van God, dan moest Piet nog eens meemaken, mijn man. Dat u dit heeft afgekregen? Ja. Daar zou hij heel trots op zijn, dat weet ik heel zeker. Wat gaat u met het werk doen? Ik bedoel, het staat nu op zolder, maar dit hoort toch in een museum? Eigenlijk wel, maar ja, ik wil er eigenlijk, zolang ik er nog ben, ook zelf van genieten. Heeft u al gebeld naar Frankrijk en naar het museum en gezegd, dames en heren, ik heb een prachtig kopie gemaakt? Ik kan geen Frans, hoor. Ik kan ook geen Frans spreken, maar wat ik wel heb is Google Translate. Bonjour, ceci est un message destiné au musée de la tapisserie de Bayeux. Je m'appelle Toos Segers-Koenders. Et j'ai réalisé une réplique du tapis de Bayeux. Si vous êtes intéressé, ne hésitez pas à me contacter. Merci.